Het is het beslissende moment voor jou, Rikachu. Je gaat nu vechten of je gaat wegrennen als een lafaard. Ja, nee, ik wil gewoon healen. Ik wil je wel helpen, maar ik wil healen. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Nexomon video. Ik liep net in het laboratorium en ik denk dat ik zomaar mijn nieuwe favoriete Nexomon ben tegengekomen. Volt. Deze is toch super vet? Ik moet deze guy even gaan vangen. Ik moet hem hebben. Alsjeblieft. Ik wil geen critical hit nu, hè. Weet je wat? Ik ga hem gewoon proberen te vangen. Of wacht, ik kan hem ook eten geven natuurlijk. Ja, maar hoe moet ik nou weten wat hij lekker vindt? Dat weet je toch niet? Nee, hij vond dit niet echt lekker. Weet je wat? Ik ga gewoon een Nexo-trapje gooien, hoor. Ik zie het wel. Kom maar in mijn teampie. Volt, ik vind jou super cool. Ja, ik heb hem al. Nice. Kijk dan. Dit is gewoon een elektrische hond. Deze is echt episch. Dit is ook een mega rare Nexomon. En ik ga hem in de plaats doen van Drattor. Want ja, ik weet niet, man. Ik vind Drattor tot nu toe niet zo goed. En aan het einde van de vorige aflevering stonden we voor de keus. Gaan we Lydia helpen hier naar boven of gaan we wegrennen? Ik weet het niet. Maar laten we Lydia maar gaan helpen dan, denk ik. Amelie is hier al. Die is hier gewoon. Amelia, die weet gewoon niet wat ze moet zeggen nu. Ze zegt, stap weg van die renegade van Lydia. Ze heeft je misleid. Zij is een crimineel. Of misschien luister je naar je vrienden. En daar, ja, daar zijn mijn matties. Ross en Nora. En Amelie die zegt tegen hun, Rikachu is gebrainwashed door deze gevaarlijke renegade. Neem ze mee en breng ze naar de guild. Nu! Oké, Ross. Oké. Gaan wij battelen? Oh, maar het gaat helemaal niet goed met mijn Nexomon. Ik heb helemaal niet zoveel items meer, zodat ik mezelf kan healen en zo. Kom op. Maak hem kapot. Kijk, Nagiri die is al kapot. Lekker. Dan heeft hij nu een Calflex. Die gaan we ook pakken. Lekker. Au. Maar pakken. Oh, nee. Kom op, Bombagroffy. Kom op. Maak hem kapot. Lekker. Oeh, Camelivo. Die is ook wel cool, hè. Die gaat mij slopen. Ja, die heeft mij best wel kapot gemaakt. Een Singletti. Oké. Dit gaat lastig worden, denk ik. Ja, Singletti die kan mij wel slaan. Dit vind ik minder. Dit vind ik niet leuk. Oh, kom op, Marasuda. Nu alsjeblieft een critical. Nee, ik mis. Ik mis. Bullet zit er bovenop. Oké, nice. Ah, die is bijna stuk. Mis me alsjeblieft. Nee, hij mist me niet. Oké, Orgot is de volgende. Maar die wordt waarschijnlijk kapot gemaakt nu door Singletti. Ah, nee. Lekker, Orgot. Nice. Lekker bezig. Sloop deze Kamelieve ook even. Nice. We hebben Ross verslagen. Grifkar gaat naar 29. Maar moet ik nu ook gelijk tegen Nora dan? Nora die zegt, je weet hoe gek die renegades zijn. Doe eens even normaal. Ik ga ook met jou vechten. Ja, hallo. Hallo jongens. Kom op, moet ik nou echt ook nog tegen haar gaan vechten? Tegen haar vier Nexomon? Kom op. Ah, nee. Oh, Volt leeft nog. Nice, Volt leeft nog. Ja, nu niet meer alleen. Hij deed wel goed trouwens. Ja, maar jongens, ik kan dit helemaal niet... Hoe moet ik dit nou doen? Dit gaat hem niet worden, joh. Ik heb helemaal geen healing items meer. Ik heb hem wel bevroren nu. Dat is wel lekker. Ik heb hier nog één super potion. Let's go, Vinok. Die is voor jou. Oké, scratch hem kapot. Nice. Die is weg. Lekker. Wat heb je nog meer? Hier is jouw Singletten. Die is bevroren. Ja, lekker. En die kunnen we nu ook kapot maken. Hoppakee. Dit is 2 en ik ben full HP. Oh, kijk deze. 4 toys. Die is ook vet. Het is gewoon een dinosaurus schildpad met een fort op zijn rug. Heel sick. Oké, let's go. Nice, dit gaat helemaal de goede kant op. En die is ook weg, nice. En als laatste, oh, Imbuzi. Ik heb wel echt geluk dat ik zo'n goede water Nexomon heb, jongens. Kijk, we hebben die ook weer bevroren. Lekker hoor. Lekker, explosive water erbovenop, nice. En een scratch, en ja hoor, dan is het klaar. Dan hebben we Nora ook verslagen. Heerlijk dit. Lekker bezig, Fidok. Maar moet ik nu ook nog tegen Amelie of wat? Want dat ga ik sowieso niet overleven. Amelie zegt, oh my gosh, je bent zo sterk geworden. Ik wil niet met je vechten. Zie je niet wat Lydia heeft gedaan? Ik heb inderdaad de draken gemaakt. Ze waren onze enige hoop om te overleven tegen Tyrants. Maar 15 jaar geleden ging het helemaal fout en ik heb alles kapot gemaakt hier in het laboratorium. Het is simpel als dat. Ik heb mijn fout hersteld. Oeh, en Amelie die zegt, welk bewijs heeft zij jou gegeven dat ik Vados heb gemaakt? En ik dacht al bij mezelf,
Wie is Vados? En Lydia die zegt nu ook, ik heb Vados zijn naam nooit genoemd. Ja, ja, nu is het aan. Nu is het aan. Heeft Lydia dan toch gelijk? En Nora die zegt nu ook, dus het is waar. Je hebt tegen ons allemaal gelogen. Ja, Amelie, je bent betrapt. Ja, ze is nog steeds van overtuigd dat zij het goede doet. En Amelie zegt tegen Lydia, ik zal het je laten zien. Wat een abomination kan doen. Vados, kom naar mij toe. Oh my gosh. Ja, nou, hier ben ik natuurlijk niet... als ik nu ook nog tegen een draak moet gaan vechten, jongens. Ik heb Ross en Nora al weten te verslaan. Ach, Nexomon met een half gehandicapt team. Als ik nu nog tegen een draak moet, dan gaat het sowieso fout. Dat kan toch niet? Ik kan toch niet nu ook nog een draak verslaan? Kijk dan. Wow. Deze ziet eruit als Kyurem. Nou, nee, nog meer als Zekrom. Hij ziet eruit als een Zekrom, gemixt met een shiny Charizard of zo. En iedereen zegt, wat de heck is dat? Dat is geen Nexomon. Dit is... Wat heb je gedaan, Amelie? Ja, inderdaad. Wat doe je, Amelie? Waar ben je mee bezig, joh? Ik ben helemaal gestoord geworden, man. Dit is het ultieme wapen om de mensheid te redden. Dit is Vados. En met Vados nemen we onze planeet en onze toekomst terug. Ja, en iedereen is er wel over uit dat Amelie gewoon echt helemaal niet meer spoort. Die is helemaal de weg kwijt. Ze zegt ook, goodbye, Rikachu. Ga je er vandoor, Amelie? Ga je gewoon weg op de rug van Vados? Denk je dat het genoeg is geweest? Je bent gek, man! Je bent niet goed. Wow. Oké, wat gebeurt er met ons? Wat is dit? Wat gebeurt er? Waar gaan we naartoe? Worden we van de drakeneilanden afgegooid of zo? Hé, Nadine die zegt... Word wakker, jongen. Word wakker. Dit is Nadine. Als je wil blijven leven, gebruik mijn kracht. Oké, Nadine. Ik ga wakker worden, ja? Let's go. Hoppakee, redden we de rest ook? Ja, nice. We zitten allemaal lekker in ons bubbel nu. Het is nog niet heel veel van Nadine's kracht, zegt ze. Maar het is genoeg om mij en mijn vrienden te redden. Bereid je voor een harde landing! Dit was echt super cool. Dit was echt een vet stuk. Sowieso vind ik dit spel echt super vet. En als jij het ook tof vindt, vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen, hè, jongens. En druk even keihard op die abonneerknop en zet dat belletje aan. Ik weet niet waar we nu zijn. We zijn in ieder geval keihard neergestort. En is dit Nadine? Nee, dit is iemand anders. Die zegt, word eens wakker. Word eens wakker. Oh, we worden gewoon meegesleept. Oké, nou, dankjewel. Oh, ze is wel boos dat we niet wakker worden. Sorry, ik heb net 100 meter naar beneden gevlogen, joh. Vind je het heel gek? Hallo? Laat me even lekker slapen, joh. Oh, de rest is wel al wakker. Ik ben weer de laatste die wakker is, hoor. Ja, hoor. Hoi, alles goed met iedereen? En er wordt uitgelegd dat Amelie eigenlijk gewoon alle tyrants kapot wil maken. Hè? En Ross vindt dat een goed ding. Ja, alleen Amelie die is nu zoek. Ze is kwijt. En wij gaan nu naar Hint zoeken om haar te vinden. En Nora die zegt nog even dat we in de Frozen Tundra zijn en dat het hier gevaarlijk is. En we krijgen een cadeautje, een Protection Core. Lekker. We gaan eerst eens even cadeautjes zoeken hier in dit gebouw. Hoppakee, Nexo Trappy. Hier in het zwembad kunnen we niet chillen. Yo, maar ik heb echt healing nodig. En die is een klein beetje ook, jongens. Al mijn Nexomonies zijn bijna kapot. Beter is er hier een healing center ergens in de buurt. Ja, kijk, hier rechts. Het is hier inderdaad wel behoorlijk koud zo te zien. Lijkt wel een beetje op Nederland op dit moment. Man, wat is het koud buiten. Heb jij al een sneeuwpop gemaakt? Of heb jij al een sneeuwbal op iemand zijn bak is gegooid? Wat is jouw leukste sneeuwmoment geweest van de afgelopen dagen? Laat het even weten in de reacties. Eindelijk, jongens. Healing! Er zijn hier wel allemaal gasten die taken voor ons hebben. Kijk, zij heeft ook nog wat te doen voor mij. Voor haar moeten we dieven gaan vinden. Nou, ik weet nog niet wat we precies gaan doen, maar ik wil wel even met Fidel praten. What up, Fidel? Hallo! Hoe is het met jou? Ze wil dat we bommen gaan zoeken voor haar. Oh, hier staat TNT hierboven. Maar die is al gebruikt, zo te zien. Hallo? Heeft iemand hier bommen? Oh, ik ben zo benieuwd wat voor Nexomon hier allemaal zitten, jongens. Maar eerst ga ik even dit kistje openmaken. Oh, een XP booster. Lekker. Oké, wat zitten hier voor Nexomonnetjes? We hebben hier een Gravelo. Daar ga ik even van wegrennen. Want die sloopt mijn bomben grof. Ligt er hier in het huisje nog iets wat ik kan gebruiken, lieve leuke mensen? Ja, zeker liggen hier itempies. Een Nexotrappy en... een psychic whistle. Die fluitjes die heb ik tot nu toe nog helemaal niet gebruikt. Volgens mij kan je daar een Nexomon van een bepaald type dan mee lokken in een bepaald gebied of zo. Ja, heb ik nog niet gedaan. Dus even kijken, wat ben jij? Jij bent een mount. What up, mount? Ik vind je wel een grappig Nexomonnetje, moet ik zeggen. Dikke muis. Wat hebben we nog meer hier zo? Nog een mount. Nou, dan gaan we deze mount maar eens proberen te vangen. Hij is level 26. Let's go. Hoppakee, we got him. Zieke muis wel, jongen. Het is een wind-Nexomon trouwens. Ik dacht dat het gewoon een normale Nexomon was. Dat is een wind-Nexomon. Ik ga hem niet in mijn team doen, dat niet. Wat hebben we nog meer? Oh, dit is een Sounds.
Dat is dan de voor-evolutie natuurlijk van die Nexomon. Ah, die pakken we ook gelijk even mee dan. Als we dan toch bezig zijn, hè? Hoppakee, die hebben we ook. We moeten onze Nexodex natuurlijk even vullen, hè? Wat is dit? Wat is dit? Oké, ik kom nou gewoon alleen maar mounts tegen, zo te zien. Hoppa. Oh, hij is nog niet kapot. Juist. Oké, Volt, dan mag jij hem kapot maken. Het zou wel dik zijn als Volt even evolueert ook in deze aflevering. Hoppa, lekker Volt. Oké, we gaan even verder kijken. Waar is de explosieve man naartoe? Oh, wacht. Jij stond echt verdacht opgesteld. Ik zag jou niet eens. Oeh, Senshizuru. Die is ook wel cool, hoor. Oh, ik dacht... Die heeft gewoon een wateraanval. Wat doet hij? Hij is keihard aan het healen. Oké, ik ben heel benieuwd hoe we die kapot gaan krijgen. Sowieso heeft deze persoon volgens mij best wel een aardig gek teampie. Bullet shoot! Lekker. Nog een keer. Nice. En daar hebben we Senshizuru weer. Dan is het nu weer tijd voor Bombegrof. Hey, ik vond het niet chill dat jij jezelf aan het healen was. Ik weet niet of dat een skill van jou was of dat jouw Tamer gewoon even een itempie op je gooide. Nou, hij is in ieder geval nu kapot. Die was wel vet, man. Oh, daar is een Dratter weer, jongens. Die heb ik net uit mijn team gegooid. Dan gaat hij vast en zeker nu wraak nemen voordat ik hem uit mijn team heb gegooid. Niet zo moeilijk doen. Ja, doei Dratter. Kijk, volgens mij is Dratter gewoon echt oprecht niet zo goed. Oké, Scalia, die heeft nog even één bulletstietje nodig. Dan is die ook weg. Oeh, four tank. Ja, die is voor Vinok. Ik vind deze echt wel tof, jongens. Ik vind hem echt cool. Dit is een hele vette evolutielijn, die van four tank. Volgens mij is die alleen niet super sterk. Ja, hij is al weg. Orgold gaat ondertussen naar level 27. Oh, en hij is weer weg. Oh, dit zijn die bandieten. We moeten ook bandieten jagen. Dat is ook een sidequest. Dit was dus één van die bandieten. Nou, halen we even hier dit ijsblok weg. Ah, hier is nog zo'n bandiet. Ja hoor. Maar ik ben nu eigenlijk op zoek naar de man van de explosieven. Oh, kijk. We kunnen hier in dit huis. Oh, wacht even. Wat gebeurt hier allemaal dan? Zij worden overvallen en die mannetjes die zeggen... Iemand, help ons. En deze guy zegt... Niemand komt, want de guild is te druk. Met de verdediging van de stad. Ja, ik ben hier, jongen. Oh, deze gasten moeten die bommen afleveren. Die explosieven. En zij willen natuurlijk die explosieven stelen. Oké, hier gaan we even een stokje voor steken, jongens. Even. Mijn Nexomonnetjes healen. En even dit kistje openmaken. Een Greed Wallet. En dan gaan we in de volgende aflevering deze gasten eens even aanpakken, jongens. Met Volt. Een hele vette nieuwe Nexomon in mijn team. Doe een duimpje omhoog voor Volt. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me dan op twitch.tv/RickandJew. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel.